Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Normaal gesproken altijd met mijn vriend Roeland Stekelenburg, die geniet op dit moment van een welverdiende vakantie in Griekenland. Die is volgende week weer van de partij. Ik doe het dus alleen. Kijk je mee, heb je vragen, help me uit de brand. Via Twitter kun je dat doen met de hashtag FMT. Te gast is Martine de Ridder. Martine, hallo. Al ruim 3 jaar geleden was je hier te gast. Destijds maakte je onderdeel uit van Rewear. Een platform die het mogelijk maakte om kleding uit te wisselen. Dat is een beetje de begindagen van de sharing economy, zou je kunnen zeggen. Ja. Wat doe je nu? Ik run nu fashionista.com. Dus je zou denken dat ik in de mode ben blijven hangen. Ik heb wel wat dingen ertussenin nog gedaan. Maar Fashionista is een online platform in de mode. Heel erg gericht op inspiratie bieden aan jonge vrouwen. En dat was een super hit in 2010 en 2012. En dat is het succesvolle IMA, wat hier ook een aantal weken geleden, geloof ik, aan tafel heeft gezeten, is daar uitgerold. Oké, was dat daar dus een afsplitsing van? Ja, Influential Marketing Agency. Ja. En, maar het platform bestond nog steeds. En de gebruikers, 2 miljoen per maand... Die bestond ook nog steeds en daar werd niks mee gedaan. En toen heeft eigenlijk een van de oud-oprichters, die ook een venture heeft binnen binnen de investeringsmaatschappij die Fashionista heeft gekocht, hebben gezegd, joh, Fashionista staat er nog, gebeurt niks mee, nu of nooit. En toen is het investeringsfonds erop gesprongen. En toen zochten ze nog een dame achter het roer, of heer, denk ik, maar... En toen is ze bij mij uitgekomen, zijn ze met me gaan praten. Dus aan jou is de taak om dat sluimerende, dat slapende platform, want dan zou veel meer mogelijkheden in zitten dan uitgehaald werden om tot leven te brengen. Je zei 2 miljoen. Ik neem aan dat het in de topdagen van... Ja, klopt. Hoeveel gebruikers waren er toen jij begon? Dus ik ben dit jaar begonnen in februari. En dus nu hebben we maandelijks enkele tienduizenden bezoekers. Wat we wel echt te danken hebben aan de enorm sterke linkbuilding die is geweest in de afgelopen jaren. Dus dat is eigenlijk waar ik het mee moet doen. Als ik het er met anderen over heb, dan zeg ik ook altijd... het is een vloek en een zegen tegelijkertijd. Want ik heb een prachtig platform waar heel veel moois in zit. Maar ik zit ook met een legacy natuurlijk, waardoor ik niet altijd even flexibel ben. Dus ik begin from scratch, maar ergens ook weer niet. En dat bedoel je, wat hindert je dan? Is dat bestaande techniek of zijn dat andere dingen? Toen Fashionista, hoe het werd bedacht en door wie het werd gebruikt, is een veel jongere doelgroep dan wie ik nu wil aanspreken. En in de jaren zijn ze wel ouder geworden natuurlijk, dus dat is het voordeel. Maar het was niet de insteek om die doelgroep te raken die ik nu wil gaan raken. Ja. En dat is veel meer young professionals. En beschrijf wat er op die website gebeurt. Wat doen jouw bezoekers daar? Ja, mijn bezoekers die komen daar en die maken een profiel aan. Omdat ze graag geïnspireerd willen worden op het gebied van mode. En die kijken bij andere gebruikers welke fashion items hebben zij verzameld die ik ook op mijn moodboard wil hebben of die ik wil verzamelen. En dan biedt Fashionista jou de mogelijkheid om die items ook daadwerkelijk te kopen. Nou, wat je vroeger heel veel zag is dat een fantastische blogger die draagt een heel mooi outfit, maar van top tot teen is Chanel. Ja, dat is niet te betalen voor een meisje van 17. Maar ze wilde wel zo uitzien, ze vindt het wel mooi. Ja, wat doe je dan? Dus Fashionista bood aan de ene kant een H&M variant aan of de daadwerkelijke Gucci jurk. En dan werd er dus met affiliate geld verdiend. Dus dan klikte je op het item, kwam je terecht op de H&M website. En dan kregen wij, als je op het moment dat je het jurkje kocht, kregen wij een deel van dat percentage. En je zegt kregen wij, is dat nu anders? Nee, dat is nu niet anders, want we werken nog steeds, dat systeem bestaat ook nog steeds en dat is er ook nog steeds. Dus we beginnen nu ook weer met affiliate, maar je ziet wel dat de markt zo aan het veranderen is, dat affiliate is niet meer zo aantrekkelijk als dat het vroeger was. Dus je ziet in deze branche wel veel meer, en dan als ik praat over branche, dan bedoel ik online platformen,
is een multi-sided platform waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Ja. Wil je als sterk merk, als specialist zijn, dan wil je de checkout zelf doen. En dat dan achter de schermen H&M het pakketje naar jou opstuurt, à la. Maar je komt bij ons, je bestelt het bij ons en wij regelen alles. En waarom is dat? Omdat je de data wil hebben? Je wilt rechtstreeks contact met de klant? Ja, dat is het. Je wilt rechtstreeks met de klant. Je houdt onderaan de streep ook meer geld over. Je ziet wanneer mensen afhaken, wanneer niet. Dus jij kunt je hele platform daarmee optimaliseren. Terwijl die kennis heb je niet op het moment dat mensen uitklikken. Mm-hmm. En bij H&M terechtkomen. Weet je niet meer wat er gebeurt eigenlijk. Ja, ik moet, terwijl je dit zegt, meteen even denken aan een zinnetje op je LinkedIn profiel. Waar staat my mantra validate or die. Slaat dat hier ook op? Is data echt iets waar jij een belangrijk deel van je dag mee bezig bent? Ja, waar ik wel warm van word ook. Validate or die, dus die quote, ja, mijn mantra, die slaat eigenlijk op het feit dat ik geloof dat we iedereen in zijn werk, ik ook als ondernemer, we hebben allerlei ideeën, we doen allerlei aannames. Dus wij denken, young professionals willen dit graag. Die willen graag in dit soort jurkjes rondlopen. Laten we dat aanbieden. Maar op het moment dat je zo overtuigd raakt van je eigen aanname, ga je niet meer zien wat de behoefte van de klant echt is. Dus op het moment dat ik een idee heb, ja, weet je wel, want mijn idee is, we gooien affiliate eruit op de lange termijn. Ja. Ik zit daar nu nog heel even aan gebonden, omdat ik heel kleinschalig wil testen. Als ik nu die checkout moet gaan bouwen, ben ik superveel development uren daarin kwijt. Die zijn kostbaar. Dus die besteed ik liever aan iets anders. Die besteed ik liever aan een landingspage inrichten die alleen gericht is op de doelgroep die ik wil gaan hebben. Dus die young professionals, 25, 35. Die net een eerste serieuze baan hebben, die er mooi uit willen zien op werk. En fashionable uit willen zien in hun vrije tijd. Dus dan bied ik daar liever op zo'n landingpage wat items aan. En kijk, ik word erop geklikt. Gaat die doelgroep er ook daadwerkelijk naartoe? Wanneer haken ze af? Waarom haken ze daar af? En gewoon met hen gaan praten. Dat is voor mij validate or die. Als ik uiteindelijk een platform, als ik denk dat mijn platform fantastisch gaat zijn voor young professionals, maar niemand klikt erop, ja, dan moet ik misschien iets gaan doen met de mensen die mijn platform nog wel gebruiken. Ja. En dan moet ik hen iets gaan bieden. Maar als je je zegt van ik wil nu eigenlijk een ander publiek bereiken dan we op dit moment bereiken. Eerder zei je van ja, weet je, het is een vloek en een zegen. Instappen op al een bestaand platform. Maar leg me even uit wat de zegen is. Want als je zegt ik wil een ander publiek bereiken, dan denk ik, ja, dan had je eigenlijk misschien wel net zo goed met een nieuw platform kunnen beginnen. Ja. Want waar zit dan je winst? Ja, dat denk ik niet. Want ik denk dat er dus heel veel van de meiden die nu nog steeds profielen hebben, die zijn wel in die leeftijdscategorie gegroeid inmiddels. Dus dat is al positief. En Fashionista is wel een heel sterk merk. Dus de naam is zeer bekend. En wat ik al zei, de linkbuilding is heel sterk. Dus op het moment dat wij iets, hè, als mensen zoeken op een zwart jurkje, ja, dan is de kans echt niet super klein dat ze bij ons terechtkomen. Ja. En dus dat is absoluut de zegen. En dat wij ook alle items die over de afgelopen jaren zijn verzameld. En dat we gewoon hebben kunnen zien waar er trends zijn ontstaan. Ja, dat is natuurlijk wel kennis. En met die kennis, die kun je gewoon verkopen. En dat zie je ook dat in het buitenland dat veel gebeurt. Hey, hoe is het zover gekomen dat, zeg maar, een platform wat die 2 miljoen gebruikers had? Ja. Hoe is het gebeurd dat, zeg maar, interesse is weggeëpt van de oprichters? Of waar zijn die gebruikers naartoe gegaan? Wat is er in die periode gebeurd tussen die 2 miljoen en nu? Ja, nou ja, ik was daar natuurlijk niet bij. Dus maar ik heb me absoluut in verdiept. Ja. Dus zeker toen ik net aan boord kwam, ik wilde ook alles begrijpen. En dus hoe kon het van een florerend platform naar waar we nu staan? Want dat is wel een groot verschil. En wat ik er tot nu toe over kan zeggen is dat, kijk, toen was Instagram er nog niet, toen zij begonnen. Pinterest waarschijnlijk. Pinterest ook niet. Nee, maar ook wel iets dat waarschijnlijk. Dat kwam net daarna.
Dus Fashionista was echt dé plek waar je naartoe ging om, om eigenlijk andere meiden te zien die items op hun profiel hadden staan. Dus allemaal mooie rokjes en jurkjes en broekjes en noem maar op. En dat je dacht, hé, wat leuk, die wil ik ook in mijn moodboard hebben, ja. Hè, wat Pinterest is. Maar dat neemt niet weg dat... dat gezegd hebbende, dus dat, daarvoor was Fashionista toen echt. Kijk, Instagram kwam op en wat Fashionista heel slim deed, was dat ze haakte bloggers aan. Dus meiden die een groot bereik hadden, ja. Die haakten ze aan. Zeiden ze van, joh, vind je het niet leuk? En dan zetten wij een foto van jouw mooie outfit en jou zetten we hier op onze homepage. En dan zetten we daarnaast, dit is Martine en dit is de website. En moet je kijken wat een mooie outfit ze heeft. En je kunt het hier kopen. Het was een win-win. Want ik krijg nieuwe bezoekers. Want die gaan allemaal naar mijn website toe en klikken op mijn social profielen. En wij hadden content. En Fashionista had content. Dat zijn op een gegeven moment influencers geworden. Ja. Die zijn zo groot geworden. Fashionista heeft met mensen gewerkt die... nu niet te betalen zijn. Die gewoon echt honderdduizenden euro's vragen. En je vraag was van... ja, weet je wel, wanneer is het dan afgehaakt? Ik denk niet dat mensen zozeer zijn afgehaakt. Ik denk dat ze Fashionista wel om andere redenen nog zijn gaan gebruiken. Maar Instagram kwam op, Pinterest kwam er. En Pinterest kreeg een injectie van wat? 200 miljoen of zo. Ja. Ja, kijk, dan kun je bouwen. Ja, en waar liggen voor jou nu de kansen? Waar kan je van toegevoegde waarde zijn? Waar kan je van onderscheidende waarde zijn? Ja, dat is eigenlijk iets wat we de afgelopen maand met het team heel erg hebben bekeken. En we zien wel... We hadden een heel mooie meeting met een paar meiden van het AMFI, Amsterdam Fashion Institute. Zag ik op je laatste blog. Ja. Ja, vlog. Vlog, sorry. Ja, video. Ja. Mooi gemaakt videoserie terug te vinden op YouTube. Ja, onder Mrs. Martine. Ja, heel goed. En daar zie je dat we... Kijk, als je kijkt naar wat mode is... Het is wel een lifestyle, maar het is ook meer dan dat. En we hebben heel veel fast fashion gehad. En nu nog steeds wel. En fast fashion, hè, dat is dus de H&M. Die pompen ze zich vol met en de CNA en de noem maar op. En elke week is er een nieuwe collectie. Ja. Daar gaan we eigenlijk veel meer vanaf. Want er komt gewoon een groep aan die denkt echt anders na over mode. Die is meer bezig met sustainability. Die is meer bezig met ik wil een item wat echt van kwaliteit is. Dus je ziet dat vintage trekt heel erg aan. Want mensen geven iets een tweede kans. Maar ook je hebt iets wat super uniek is. Waar je misschien voor hebt moeten zoeken. Dus ik denk dat ik zou heel erg graag met Fashionista op de golf van slow fashion voortborduren. Dus op die golf willen varen. En je ziet ook dat vrouwen, young professionals, die zijn er steeds meer. En die zijn steeds luidruchtiger, gelukkig. Ja. Laten steeds meer van zichzelf horen. Echt die girl boss mentaliteit. En we laten ons niet gek maken en we zijn hier en we're here to stay. En die een eerste baan krijgen, die vinden het niet erg om wat meer daaraan uit te geven aan een item. Als ze dat vaker kunnen gebruiken, als ze dat kunnen dragen naar werk, vol zelfvertrouwen. En Fashionista lijkt mij het platform waar ze items kunnen ontdekken die ze classy naar werk kunnen dragen. En cool casual, bijvoorbeeld met sneakers eronder, als ze gewoon een feestje hebben. Ja. Nou zeg je, enerzijds zeg je van nee, ik wil valideren gebaseerd op harde feiten. En tegelijkertijd, wat je nu zegt, is ook een deel van trendwatching. En trendwatching is ook een gevoel van ik denk dat het die kant op gaat. Hè? Ja. Dus hoe valideer jij jouw gevoelens van trends en ontwikkelingen? Ja, nou alleen of vergeet je die gewoon even af en toe? Nee. Ik probeer, ja, soms wel. Ja, heel dat is prima ook, toch? De hele grote successen zijn toch ook... Ja, soms moet je er ook een kant op waar mensen nog niet weten dat ze daar naartoe gaan. Ja, absoluut. Ik denk niet dat je dat tot in den treurnis moet doen. Want weet je, er zit een investeringsmaatschappij achter Fashionista. En die hebben ook geen oneindig diepe zakken. Nee. Dus je moet altijd realistisch blijven. En soms moet je ook wel zeggen, oké, dit is nu wat we gaan doen. En daar gaan we gewoon voor.
Maar dat is eigenlijk ook al wat ik eerder zei. Als we zien dat dat niet werkt of zo, ja, dan hebben we nog heel veel anders. Wat voor opdracht of wat voor doel hebben die investeerders jou meegegeven? Wanneer doe je het goed? Ja, het is grappig dat je het zegt. Ik heb een hele goede band met mijn investeerders. En we geloven echt dat we er samen in zitten. Dus zij zijn echt mijn strategische sparringspartner. En als ik iets nodig heb, dan zijn ze de eerste die voor me klaarstaan en me daarbij helpen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ze hebben niet zozeer gezegd, oké, Martine, als je fashionist, als je dit bereikt, dan doe je het goed. Maar ze zijn wel heel erg realistisch en daar hou ik wel van. Gewoon lekker direct en recht voor z'n raap. Joh, als jij niet binnen 2 jaar dit en dit weet te bereiken. Dus dat moet ik even uit mijn hoofd hoor. Dus dit is, het is iets minder geloof ik hoor. Maar dus als ik, kijk, er komt een break-even moment. En in je cijfers moet je daarop, je moet weten wanneer je break-even kunt draaien. Ja. En daar moet je alles op kunnen instellen. Nou, en die deadlines, dat zijn ook echt deadlines, want anders stopt het. Ja, die zijn keihard. En wat is nu de constructie? Want in jouw vlog zag ik dat je bezig was met alle dingen die bij een zelfstandige horen. Ja. De eenmanszaak bedoel je? De eenmanszaak, ja. Weet je wel, een vrouwszaak. Ja. Hij vond dat die ook zou moeten bestaan, terecht natuurlijk. Maar hoe zit jij in Fashionista? Ben jij in dienst? Ben je mede-aandeelhouder? Hoe werkt het? Ja, er zijn meerdere aandeelhouders in Fashionista. Ik kan niet alles over vertellen. Waarom niet? Omdat daar afspraken over zijn gemaakt toen ik er nog niet bij betrokken was. Oké, ja, dan kan je niks aan doen. Nee, want ik hou heel erg van transparantie. Dus wat mij betreft is het out in the open. Ik heb aandelen in Fashionista en de investeerdersmaatschappij ook. We hebben ook zeker een potje klaarstaan voor als er nog een CTO aan boord komt. Dus als er nog een top developer kijkt, call me. Dan is hij welkom, ja. Ja, en er is een van de oud-oprichters, Thijs. Die staat mij als adviseur en als geweten af en toe bij. En die heeft ook aandelen. Dus we zitten eigenlijk gezamenlijk erin. En de investeerders hebben natuurlijk een groot deel. Maar ik heb ook zeker een deel waar ik tevreden mee ben. En dat moet ook wel, want anders weet ik niet meer waar ik het voor doe. Dus ik heb, je zag in mijn laatste vlog dat ik een eenmans- of eenvrouwzaak heb opgericht. Ja. En dat is omdat ik dat advies kreeg van mijn accountant. Want dan kan ik genieten van startersvoordelen. Maar ik heb gewoon een BV waar mijn aandelen in zitten. En vanuit die BV deed ik eigenlijk ook al mijn werkzaamheden. Maar het is goedkoper. Of tenminste, het levert je uiteindelijk meer op. Het is gewoon de beste constructie voor nu. Ja. Dus. Johan Schaap vraagt zegt op Twitter: veel merken willen in toenemende mate ook rechtstreeks contact met hun klanten en daar business mee doen. Hoe gaan jullie daar mee om? Want jij wil zelf dat het jouw klanten zijn. Ja. En merk je dat al? Is het zo dat er merken zijn die zeggen van ja, van wie zijn nou die klanten eigenlijk? Ze kopen mij. Ja, er worden altijd afspraken gemaakt natuurlijk over welke data je dan vrijgeeft over je klanten en welke, of tenminste over de gebruikers als ze dan iets bij je kopen. Ik weet het niet. Ik weet dat bedrijven dat heel graag willen. Ik denk met alle respect dat heel veel bedrijven er niet op zijn ingericht. Dus totaal niet weten wat ze ermee moeten, al hebben ze de data. En ten derde denk ik dat als Fashionista we hebben een businessmodel waar we naartoe aan het gaan zijn. Is wat ik al eerder zei, dat multi-sided platform. Dus vraag en aanbod bij elkaar brengen. En als je dat zo goed doet, weet je, dan is er geen merk wat klaagt. Want wij bieden iets anders dan wat dat merk. Want je ziet ook, hè, dus ik zat toevallig, gisteren te kijken. En toen zag ik dat Tommy Hilfiger, daar kun je dus ook gewoon op tommyhilfiger.nl kun je gewoon kleding bestellen. Ja, dat hadden ze nog een jaar geleden, hadden ze dat nog niet. Nee. En denk ik, ja, supergoed, weet je wel. Want de mensen die naar de website gaan, direct van Tommy, die moeten daar ook gewoon iets kunnen kopen. Want die hebben die behoefte. Ja. Maar de mensen die bij Fashionista komen, die geïnspireerd willen worden en dan denken, hey, dat jurkje, je raakt ze kwijt als klant. Of je nou Tommy bent en achter de schermen het geld verdient ermee. En ik ook als specialist zijn, als je ze niet op dat moment dus inspeelt op hun behoeften.
Dus ik denk niet dat het elkaar bijt. Ik vind het heel mooi dat die ambitie er is bij bedrijven. Dat zie ik ook zeker. En ik wens ze nog veel succes de komende tijd. Ja, als je een platform bent en wilt zijn, dan is massa een belangrijk onderdeel van. Ja. Hè? Want je pakt een klein stukje van de taart die verdeeld wordt. Hoe groot moet Facialista weer worden om dat break-even punt, om zeg maar weer een winstgevende business te worden? Ja, eigenlijk zijn die cijfers worden nu doorbrekend. Ja. Dus daar kan ik eigenlijk nog geen uitspraak over doen. Ik weet wel dat er nog steeds... er is nog wel een groei die vanzelf gaat. Dus zonder dat we er bewijzen van iets aan doen. En het is evident dat je bij een platform als deze advertisement geld nodig hebt om weer onder de aandacht te komen. Dus dat is de manier waarop het platform zal groeien. Ja, de community marketing is groeien. Marketing is belangrijk voor je. Ja. Maar als ik nu naar de site ga en dan kan ik die voorpagina aan, dan krijg ik zie ik onder de noemer look staat er een plaatje toegevoegd zes maanden geleden. Ja. Nog een look 6 maanden geleden. Klopt. Nog een look 6 maanden geleden. Ja, dat is oude content. Daar is nog niks aan gedaan. Nee, dan moet je toch wat aan doen dan? Ja, eigenlijk wel. Dat heeft allerlei redenen. En dat is ook zeker onze eerste prioriteit nu. Maar je kunt je misschien ook voorstellen, omdat wij Fashionista hebben, is gekocht, hè? Mm-hmm. Is overgenomen. En bij die transfer komt zo ongelooflijk veel kijken. Ja. En dat is zo tijdrovend. Dat ik echt wel de haren uit mijn kop kan trekken sommige avonden. Dat ik nog niks hiermee kan doen. Ja. Want ik weet ook dat die looks 6 maanden oud zijn. En geloof me, ik vind het echt nog veel erger dan dat jij. Ik het vind. Dat kan ik me voorstellen, ja. En tegelijkertijd moet je, als je... Ik wil niet te voorzichtig zijn. Dus ik wil niet, we wachten nog totdat het perfect is. Want het is nooit perfect. Dus knal er nu maar iets op. Ja. Maar dan moet achter de schermen het wel kunnen. En daar zijn we nu echt bijna. En daar heb ik heel hard voor gewerkt. Daar heeft ons team heel hard voor gewerkt. Ja. En daar zijn we nu ook echt. Dus dat gaat zeker komen. Hey, ik zei het eerder al. Je maakt een wekelijks vlog. Een prachtig gemaakt video. Dagboek, zeg maar. Weekboek van jou. Je bent nu bij afdeling 14. Ik schat zo in dat je ongeveer tegelijk met hiermee begonnen bent. Ja. Toen je hiermee van start ging. Ja. Toen je ermee begon, was jouw idee, dit is een onderdeel van de marketing van Fashionista, van het neerzetten van het merk? Waarom ben je het gaan doen? Nee, ja, goede vraag. Ik hou heel erg van experimenteren, gewoon kijken wat werkt en wat niet werkt. Dus ik dacht, al die vloggers nu en zo en iedereen praat erover, dacht ik, lijkt me wel grappig. Ja. Ik ga het ook gewoon een keer proberen. En ze kocht een heel simpel cameraatje en ik begon gewoon. En, ik had wel één heel helder startpunt. En dat was, ik maakte de stap van loondienst naar ondernemerschap. En ik dacht, holy crap, dit is best wel spannend. En toen dacht ik, dat is best wel grappig om over te vertellen. Ja. En ik had geen zin om telkens weer, want dat deed ik vroeger, blogs te schrijven. Dat had ik geen zin meer in. En toen dacht ik, ik moet ook weer even iets nieuws proberen. En toen dacht ik, waarom ga ik niet vloggen? En toen dacht ik, ik heb echt geen zin om te vloggen. Dus ik deed het met zo'n camera. En dat is ook zo, want als ik op straat loop met vloggen... Ja, je kwam hier met die camera binnen, hè? Dus je bent er echt heel veel mee bezig. Ja, maar hier ben je goed gezet. Ik word omringd door 7 camera's nu, dus dat kan. Ja. Maar ja, je kunt je voorstellen dat als je hier over straat loopt... en er lopen een paar melige toeristen langs... die zitten door je beeldscherm... Ja. Ja, het is natuurlijk... Weet jij nog hoe het voelde toen je voor het eerst een selfie maakte of zo? Dat mensen naar je keken, wat doe je nou? Ja, ik zit nu eigenlijk voornamelijk te denken... dat de eerste keer dat ik iemand op straat fietsend tegen zichzelf hoorde praten. Dat vond ik ook zo'n moment. Maar dit is dus nog gênanter dan een selfie nemen. Ja. Dit is continu. Gewoon 10 minuten lang een selfie nemen. En mensen kijken je aan, wat ben jij voor weirdo? Ja. Maar ontzettend leuk is, net wat ik zei... je hebt ervoor gekozen om dat beginpunt van voor jezelf... beginnen. Dus dat is ook een belangrijke rode draad in het hele verhaal. Natuurlijk Fashionista, maar ook dat hele stuk. Dus iedereen die dat of nog niet gedaan heeft of wel gedaan heeft,
Of kan er wat van leren, of kan er met een gevoel van herkenning naar kijken. Heel erg leuk. En tips. Ik krijg ook superveel tips. Van... Ja, doordat je juist dingen zegt. Weet je? Want weet je, toen ik in loondienst was, toen had ik een prima salaris. En doordat ik de stap maakte naar ondernemerschap, heb ik gewoon serieus met mijn vriend naar onze uitgaven gekeken. En hebben we gekeken, ja, kunnen we überhaupt nog hier blijven wonen waar we nu wonen? In Amsterdam. Ja. En... dus ik merkte dat ik ben echt heel zuinig geworden. En dat is gaat veel makkelijker dan ik ooit had verwacht. Ja. En mijn creditcard heb ik wel vernietigd. Dat was ook heel verstandig. Ja, dat scheelt, ja. Maar het meest opvallende daaraan vind ik eigenlijk... Dus laat ik zo zeggen, dus ik had die vlog gemaakt. En toen zei ik ook, ja, ik moet echt, het is allemaal wel duur en noem op. En toen zei één iemand tegen me in een comment... Wat er ook gebeurt, je moet niet gaan bezuinigen op je accountant. En ik weet nog dat ik dacht, ik ga echt de goedkoopste accountant vinden. Want weet je wel, wat doen ze nou helemaal voor je? Ja. Nou, heb ik dus, en een paar anderen zeiden dat ook tegen me. Dacht ik, nou oké, ik ga toch wel gewoon naar een goede op zoek. Nou, dat vond ik nog een heel karwei. Dus had ik uiteindelijk eentje gevonden. Echt niet de goedkoopste. Maar die had dus, in no time, had hij al €4.000 terugverdiend. Ja. Nou ja, en toen dacht ik, oké, dus ik snap nu waarom je niet voor de. Ja, en dat verhaal vind jij leuk om verder te vertellen. Ja, dat is dan wat je denk, met je nou, vlog doet. Heeft iemand anders ook weer wat, wat aan? Maar wat je vast niet hebt van tevoren hebt kunnen bedenken, hoeveel tijd erin ging zitten. Nee. Want dat zie je eraan af. Ja. Het is, mooi gemonteerd, snel gemonteerd, kost je heel veel tijd. Ja, dus ik heb een vriend die is filmmaker en die zei tegen me... Ja, je moet er wel van uitgaan dat elke minuut in je vlog... dat is een uur aan editing. En toen dacht ik nog, nou, dat kan ik wel aan 3 kwartier. Nou, in het begin is dat 2 uur. Dus als je vlog 10 minuten duurt... Nou, dan kun je ervan uitgaan dat je 20 uur aan editen kwijt bent. Is geen grap. De manier waarop ik vlog. Kijk, die daily vlogs, wat een Monica Geuze doet en zo. Super cool. Ja, en dat is gewoon knip, 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 knip... En het is daar. En dat is heel simpel gezegd, hè. Maar en ik probeer wel altijd 1 thema in die week terug te laten komen en noem maar op. En ook omdat ik net begonnen ben, ja, is dat nog wel heel veel werk. Dus ik probeer het altijd nog op de zaterdag te doen. Soms wordt het ook wel zondag. En soms wordt het ook wel eens maandagochtend heel, heel vroeg. Want hij gaat elke maandagochtend, is hij er om 6 uur. Maar als je nu terugkijkt, hè, behalve dat het natuurlijk leuk om te doen is. Maar als je nou even terugbrengt naar je werk, heb je er wat aan? Ik denk het wel. Want ik heb een aantal mensen die nu met me hebben afgesproken. Die kwamen wel bij me via mijn vlog. En ook een aantal partijen die zich heel erg aangesproken voelden toen ik... ik heb wel wat lopen schelden op... ik weet niet meer of het nou accountants of notarissen waren, maar het was één van de twee. Ja. Ik haal die ook de hele tijd door elkaar. Zeg ik ook gewoon, ja, ik snap het verschil niet zo goed. Wat doen jullie nou? Dat stel ik ook gewoon aan. Ze vinden ze super grappig. Ja. En dan krijg ik dus gewoon van een accountant te horen... ja, dit is echt niet oké, kom maar een keer langs en dit hoort helemaal niet. Ja. Of een register-accountant. Nou, waarom moet er weer zo'n moeilijke naam bij komen? Doe even normaal, mensen. Dan krijg ik gewoon een berichtje van een register-accountant. Nou, luister, nu ben ik misschien nog niks voor jou... maar wacht maar, als Fashionista dit en dit gaat doen... dan klop je bij mij aan. En by the way, dit is mijn nummer. Het eerste keer is voor mij, weet je? Nou... Dus daarover in feite vergelijkbaar natuurlijk wat altijd over blogs gezegd werd. Hè? Ja. Weet je wel? Vertel wat je aan het doen bent. Dan kunnen mensen je helpen. Of doordat ze weten welke vragen je hebt, kunnen ze je antwoorden geven. Dat geldt ook heel erg voor de videovariant ervan. Ja, absoluut. Ja. En weet je, en ook omdat ik wel in het wereldje zit. De modewereld draait ook wel heel... Weet je, er zitten hele grote influencers. Dus mensen met heel veel bereik. En ik vond het ook wel interessant om te ervaren wat zij nou ervaren. En ik weet nog wel, er was een tijdje terug een dame die zei... Ja, het is echt heel zwaar hoor, wat wij doen. We moeten elke dag een video produceren. En toen deden heel veel mensen er lacherig over. En toen dacht ik nog, want toen vlogde ik nog niet... Toen dacht ik al van, ja, weet je, hoe kunnen wij daar nou over oordelen? Want we hebben het zelf, alle mensen die haar aan het uitlachen waren... die hebben zelf nog nooit gevlogd. Mm. En snappen helemaal niet hoe moeilijk het is. En nu ik het zelf doe, heb ik echt... absoluut veel meer respect ervoor. Snap ik wat het betekent. En begrijp ik ook wat wel
of nou ja, al iets meer hoop ik, begrijp ik ook wat wel werkt en niet werkt. Ja. Waar wil je over een jaar staan? Ja, ik wil binnen een jaar, wil ik toch wel fashionista echt significant op de kaart hebben gezet. Ja, weet je, die 2 miljoen bezoekers zou heel mooi zijn. Maar ik wil in elk geval mijn eigen checkout. Zodat ik alles gewoon hier bij mij kan houden. Ik wil heel erg graag een dedicated developer erbij. Dus ook gewoon iemand die denkt, ja, weet je, die database en de platform is zo bijzonder en het is zo rijk, want dat is het. Ja. Daar wil ik samen met haar iets moois van gaan maken. Dus na een jaar wil ik ook wel goede investeringen er nog tegenaan knallen. Lijkt me heel erg gaaf om dat een keer mee te maken. Mijn vriend hakt al wat langer met dit bijltje en dat is super stressvol, maar ook super gaaf. Ja. Dus dat wil ik zelf ook heel graag een keer meemaken. En ik hoop gewoon dat dan de community echt weer springlevend is. En dat onze, en misschien niet alle gebruikers die er ooit waren, maar wel dat mensen weer weten waar we voor staan en weten waar ze bij ons voor terecht kunnen. En dat de mensen die inloggen of iets komen doen, dat die engagement hoger is dan ooit. Ja. Hey, laatste vraag hierover, want de communities en communities in de loop der jaren, dat is natuurlijk ook veranderd. Hè? Vroeger had je dat het verkeer en de gesprekken en de reacties speelden zich op een site af. Daarna kregen we de Facebooks en de Twitters van deze wereld. Zorgde heel erg voor verspreide reacties, commentaar, et cetera. Kun je die activiteit weer terugkrijgen op een platform? Ja, dus dat is nog maar de vraag. En dat antwoord ben ik je verschuldigd. Ja. Dus nodig me over een jaartje weer uit. Maar, en ik zal het nog meer doemscenario voor je maken. De groep die ik ga aanspreken van 25-35, die is veel minder van het delen, sharen, liken, retweeten, dan een wat jongere groep. Dus ik heb een behoorlijke uitdaging. Maar ik geloof tegelijkertijd dat voor die groep, dat wij juist dat gat kunnen opvangen. Want dat is er nu gewoon nog niet. Nou, zoals je al zei, kijk, wij gaan sowieso hier gewoon door met dit programma. Volgende keer is Roeland weer van de partij. Dus kom inderdaad over een jaar of over 2 jaar. We kijken gewoon even aan wanneer het goed moment is. Kom graag weer vertellen hoe het je vergaat. Ga ik doen. Oké, dankjewel. Jullie, dank voor het kijken. We danken zoals altijd de sponsors Streamzilla uit Groningen. Het bedrijf dat ervoor zorgt dat je eenvoudig en betrouwbaar livestreams kunt verzorgen. PQR, het bedrijf dat ervoor zorgt dat de website van Fast Moving Targets altijd up and running is. Bier & Co. voor de lekkere biertjes. Ik drink vandaag de doggy style. Jij drinkt minder bier dan ik, dus jij hebt je eigen wijn meegebracht. Misschien moeten we er nog voor een wijnsponsor zorgen voor de... Ja. Voor de mensen die dat liever drinken. En even kijken, Freedom Lab natuurlijk. Vanuit Freedom Lab zenden we iedere week uit. Kijk je live, blijf dan kijken. Want zo direct hebben we hier nog een uitzending. Kijk je onder iemand, dan weet je dat je ook die uitzending in ons archief kunt terugvinden. Dankjewel.